Dit. Ja, dat is misschien maar goed ook. Goedemorgen, zondag 20 november. Nieuwe dag, nieuwe vlog. We hebben net al een heerlijk ontbijtje gehad en nu zijn we onderweg naar de kerk. Ja, ik doe het echt. Ik heb de vlog aangezet. Wat gaan we doen? We hebben net gevraagd en ik zei... Niks. Wat ga je nu vertellen? Ja, en ik wou eigenlijk zeggen dat ik helemaal geen zin had om dit te doen. We gaan langs mijn huis eerst nu, hè? Dit is Marijke die verkeerd rijdt. Want we gaan langs mijn huis een schoenenrekje halen die niet past in de klerenkast die ik bedacht had. Ja, hier kun je draaien. Hup, erop. Oh, draaien? Of erin kan ook nog. Ik kan allebei. Wil je verder nog iets toevoegen? Nou, wat gaan we daarna doen? Oh ja, niet onbelangrijk. We gaan naar onze trouwlocatie. En daar, doei. Wat we dus wilden vertellen is dat we naar onze trouwlocatie gaan om daar even wat dingetjes te bespreken. Maar ja, dan nemen we jullie natuurlijk niet mee, want dat is dan nog eventjes geheim. Ik weet het helemaal niet zo goed. Ik ben al een half uur aan het zoeken naar een plekje om dit te filmen. Het is nu klaar. Zo. Goed. Wat ik wilde zeggen... Het komt ook niet meer goed. We hadden namelijk net een heel goed gesprek over je mobiele telefoon. En hoe vaak je die gebruikt, wanneer je hem pakt, wanneer je hem laat liggen. En daar verschillen we een beetje van mening over, maar daar hebben we een goed gesprek over gehad. En ik ben heel erg benieuwd, laat jij af en toe bewust je telefoon liggen? Als je gaat eten of op andere momenten? Of is die gewoon altijd onderdeel van alles wat je doet? Hoe ga jij met je mobiele telefoon om? Laat het even weten, vind ik wel leuk. En interessant en inspirerend om te kijken, doe ik het heel gek of niet? Dit was het voor vandaag. Morgen weer een nieuwe vlog.